Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vanuit het westen naderen steeds meer wolken ons land en dat hebben we allemaal te danken aan een storing die zich vandaag ophoudt boven de Noordzee. Maar de regen daarvan die bereikt pas op veel plaatsen tegen de avond ons land. Vanochtend in het zuidwesten al kans op een enkel spatje regen, daar ook de meeste wolken. In het oosten van het land de meeste zonneschijn. En daar dan vanmiddag ook de hoogste temperaturen met 18, lokaal misschien 19 graden. Terwijl we het in het westen van het land moeten doen met 16 graden. De wind trekt al flink aan, matig boven land tot krachtig aan zee. Vanavond vanuit het westen dus op steeds meer plaatsen regen. Temperaturen die blijven rond 15 graden hangen en dat geldt ook voor vannacht. In de loop van de nacht trekt de regen oostwaarts weg. Wat betekent dat we morgen vroeg in het oosten nog wel met bewolking en regen beginnen. Later op de dag vallen op steeds meer plaatsen gewoon losse buien met tussendoor soms ook zon. En de temperatuur daarbij ligt dan tussen 15 en lokaal misschien nog 18 graden. Ook dinsdag vallen er nog een aantal buien met tussendoor soms zon. Met wat geluk is het woensdag in de zuidelijke helft van het land op veel plaatsen droog. Op donderdag valt er dan opnieuw weer regen, maar de temperatuur die gaat 's middags ook weer een stukje omlaag met nog maar zo'n 14 of 15 graden. Mijn naam is Wilfried Janssen voor Weerplaza.nl.